Het sociale is ook belangrijk. Dat is goed. Kijk, wat er nog meer een aantal mensen. Nee, nee. Ik kom straks een keer twee terug. Oh. Ja, mooi. We hebben van het weekend een mooie sessie gehad. Zaterdag de ochtendtraining was al heel goed en dat hebben we in de masterclass nog even op een hoger niveau herhaald. Voor degenen die er niet waren, 3 tonnelpunten. En misschien, als het moeilijk is in het Nederlands, zeg maar, dan doe ik het ook in het Engels. Ik zal het nu even uitleggen, dan kan je het ook oefenen als we stilzitten. En dan gaan we dat straks tijdens de technieken steeds herhalen. Ik ga het niet zoveel meer uitleggen, we gaan het vooral doen. Ik kom erbij. Ik zou gaan herhalen wat we zaterdag deden eigenlijk met die staat technieken uitvoeren. En wat dat is eigenlijk het bovenste tandem, het Joe tandem. Kosense zegt dat het staat ook wel voor de hemel, de universe. Dus die energie komt naar beneden en dit staat ook al voor aarde, het ketandem. En eigenlijk komen die energie bij elkaar in het hart en het geeft heel veel energie. Als je er bij elkaar laat komen, geeft heel veel energie. En bij elkaar een chitandem. Dus eigenlijk wil je steeds in verbinding staan met energie vanuit het universum, vanuit de aarde. En dan laat je dat steeds hier bij elkaar komen in je hart. Dus ook tijdens de techniek gebeurt het wel eens dat je... Zo gaat het. Je gaat in die techniek, maar dan is het hier afgesloten. Dus je wil eigenlijk steeds in verbinding blijven en dan dat je energie uitsturen vanuit je hart. Sensei noemt het ook wel eens Nenpa Shindo. Alsof je een grote lamp hier hebt en dat stuurt licht uit. Maar dat licht komt vanuit hier. Vanuit de aarde, vanuit de hemel, bij elkaar. En zo blijf je eigenlijk licht uitsturen. Daarvoor wil je die verbinding ook steeds houden. Die Nenpa Shindo die stuur je uit naar de ander, naar het hart van de ander. Dus je bent altijd naar de as gericht. En dat is ook het Musubi, Ki Musubi op twee manieren. De Ki van de aarde en de hemel komen bij elkaar en ontmoeten elkaar hier, dat noem je Musubi. En Musubi is verbinden, dus aan elkaar binden. Dus hier is Musubi en die wil je houden. En dat licht wat naar de ander gaat, dat is ook Musubi. Ki van de ander en mijn Ki verbindt met elkaar en die is ook met elkaar verbonden. Dus dat vraagt aandacht, het vraagt focus, het vraagt erbij zijn met je bewustzijn. En dat oefenen we steeds met technieken. Dus we doen wel technieken en allemaal dingen. Maar probeer vooral dan in die verbinding te blijven met helemaal aarde, het hart straalt en dan in verbinding met de ander tijdens de techniek. En dat wil ik vooral dat we dat gaan trainen. Ja. Dus de techniek is een hulpmiddel om dit te trainen. Dus laten we zo zitten. Misschien nog een kleine aanvulling ook voor je. Sensei die noemde de Shimbashira, zo noem je dan de as, hè? Ook wel eens een gouden staaf. Je as. Gouden staaf. Dus die gouden staaf die kan je zo voelen en je tandem zit op die staaf. Dus als je bijvoorbeeld beginoefeningen doet, zit je op die staaf en je tandem wel draait. En je kan je voorstellen dat het dan ook een soort open buis is. Dus dit is open naar boven, dus hier komt energie naar binnen vanuit het universum, omdat het open is. En hieronder is het ook open. Dus van twee kanten kan het in die buis stromen, zo bij het hart ontmoet het. Dus zorg dat die buis open is. Dus al doe je dit, dan knakt die buis en dan kan er eigenlijk geen energie meer in. Steeds wil je open houden. Open houden, dat het zo bij elkaar kan komen. Dus als je zo zit met je Shimbashira, ga je het gevoel ervaren.
Yashimasu. Ze houden het gevoel ook als ze nu de beginoefeningen doen. Ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ich, ni, san, shi, go, ro, shish, hash, ni, san, shi, go, ro, shish, hash. Ja, mooi, hè? Ik ben nog druk bezig om de bal, ik heb mijn eigen oog te halen. Ja, zeker. Dus dat is een percent oog te halen. Maar ik zie de verbinding houden met boven en beneden. Yes.
Ich, ni, sam, shi, go. 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 Het is geen rijke oefening, hè? Let erop dat je niet gaat bouncen, zeg maar. Ich, ni, sam. Dat is heel slecht voor je lichaam ook aan te doen. Het is echt. Ich, ni. Dus je bent eigenlijk steeds aan het extenderen. Je zou gewoon kunnen stoppen aan het eind. Ich. Maar als je bounce kan dat niet. Ich, ni. Je kan niet stoppen dan, dat je niet extensie doet. Je wrikt steeds jezelf eigenlijk net te ver. Dat is niet zo goed. Ja, dus zelfs als ik snel beweeg, probeer ik nog. Ich, ni, sam. Dus je ziet steeds dat er extensie is. Ik ga niet iets, nee. Het is een klein verschil, maar eigenlijk een beetje, het is totaal iets anders eigenlijk. Ja. Dus bij deze manier zijn, probeer dat dan te doen. Meer extensie daar naartoe. En dan ontspan, extensie, maar niet. Gaat die. Het gaat ook best wel goed in allebei, als je gewoon een shimbashi daar had, kan je het nog beter doen met je masubi naar die richting waar je naartoe wilt. Gaat die linkerkant. Ich, ni, sam, shi, go. Ich, ni, sam, shi, go. Ich, ni, sam, shi, go. Zien dat de verbinding eventjes weg is.
Vroeger zeiden van als je opstaat, kijk je of je in je kie staat, of je gecentreerd bent. Eigenlijk hoeft dat niet, je bent er steeds, ben je verbonden. Dus voel het maar eens. Iedereen als je het doet, ze maar één keer laten zien. Ik heb die verbinding. Hier heb ik nog steeds die verbinding, 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 verbinding. En nog steeds verbinding, daarvoor sta ik stabiel. Doe nog eens een paar keer als je wilt. Hey.
sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Do, do, shish, hach. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Do, do, shish, hach. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Go, knock, shish, hash. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Go, knock, shish, hash. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Ich, ni, sam, shi. Go, rock, switch, hash. Steeds in die as houden. Van beneden, boven. Ik ga een klein stukje naar achter, draai om naar voren. Niet tegen z'n handen aan en dat laatst ook geoefend. Hup. Recht naar voren. Je voelt het wel als jij een goede structuur hebt. Dit lost helemaal op. Dus je doet gewoon zelf je beweging. Iets. Hup. Thank you.
Voor de camera, maar.
Maar de essentie is hier wel goed. Als je vasthoudt, misschien een beetje van deze kant, als wie is dat? Het is echt een Shinbashira die draait, zeg maar. Maar nogal snel zie je dit en dat de schouder, dus de zijkant, dit is het verst weg van mijn Shinbashira, van mijn kern. Als ik hiermee ga draaien, is het lastig, zeg maar. Ja? Als ik alleen maar as draai, ja, daar heb je ook veel minder grip op. Het binnenste van het binnenste. Ja, ja, precies, hè? Zo'n dunne as. Die gaat naar voren en die draait, zeg maar. Iets. Nee. Als ik maar een beetje van mijn as afgaat, te wijd maken en gaat duwen, kansloos. Ja. Dus wijder. Ja. Kleiner. Iets. Nee. Je hield extra stevig vast, denk ik, maar ja, nog kleiner. Ja. Probeer maar gewoon. Echt, die as draait, je was je daar. Wat heb je polsen? Niet echt weten, dat is een beetje hetzelfde. Ja, ja. Kan je maar rollen? Ja, ja. Dat is gewoon de klemmen. Ja. Voorwaarts van mijn tijd en dan.
Ja, ik ga merken dat je. Wat is belangrijk in deze beweging? Wat is een punt waar je echt verbinding mee wil houden? Wat is echt een belangrijk punt? Wat heb je in gedachten als je zo vastgehouden wordt? Eén punt. Ja, as. Sowieso je eigen as. As. Precies, as. Dus contact met boven, beneden. En as, essentieel. Als je die kwijt bent tijdens het hele proces. Het is iets heel anders. Je ziet het ook, maar je voelt het ook. Ja. Die. En dan vanuit die een boom stap voor stap op. Hè. As is nummer 1. Hemel, aarde, Musubi in het hart, zodat je ki uitstuurt. Wat ga je daarmee doen? Je bent in verbinding met hemel en aarde. Bij ons hangt er zo'n rugzak om je rug. Wat ga je doen met die, wat is dat? Met die persoon? Eenheid voelen met die. Precies. Dus die ki Musubi, die gaat naar de ander toe. Maar vanuit verbinding, want als je die loslaat en alleen nog naar de andere, dan zit je, dan krijg je die godsdankbos, dan houdt die hart vast. Dat moet je nu ook weer doen. Dan weet je al, oké, die is al weg. Ja. Dit is er. Hier dus, Musubi naar de ander. Oké. En wat is er dan, tot slot? Wat is dan het belangrijkste punt? Dat je weer vasthoudt. Exact, gewoon dat houden. En de techniek uitvoeren. Wat is er de grote valkuil op dat moment? Alleen maar een techniek uitvoeren. Ja, en nog echt een grote valkuil. Alleen maar gericht op het resultaat. Niet op de verbinding. En wat is het resultaat? De worp. Exact. Ja. Dus dat je gaat denken, ik moet die andere nu gooien. Ja. En dan is het helemaal klaar. Dan is het gewoon niks meer. Dat is geen Aikido. Dan is het hopelijk, ben je sterk genoeg, was je slim genoeg, was je techniek goed genoeg. En krijg je die ander van je af. Totaal geen Aikido. Meer martial art. Ik doe iets om de ander te verslaan. Ik gooi de ander dus heb gewonnen. Totaal doet dat er niet toe. Snap je? Die verbinding is er, die verbinding naar dat. Die verbinding is het allerbelangrijkste. En hier is die nog steeds. Ik heb die contact en naar de ander contact. En dat is het enige. Maar ik zat zo even te kijken en dan denk ik, ja, paar vast. Dan zie je al een beetje zo wegkeren, die is al weg. En dan begint de worstelpartij en dan hopelijk krijg je die dan gegooid en dan toch zo'n opluchting zegt, ja. Snap je? Dat is het niet. Het is gewoon echt, hij komt aan, hij pakt vast, mijn verbinding is het belangrijkste. Nou, voor jou, voor het vastpakken, niet, maar gewoon ook, je pakt vast. Ik zit vast. Mijn verbinding, ik voel gewoon precies zijn energie, maar dat gaat niet minder worden. Een valkuil is dus dat ik niet ga voelen naar zijn energie, alleen mijn verbinding. Nou ben ik niet met hem bezig. Ik verbinding, maar die verbinding richt je naar de ander toe, zeg maar. Ja, dus hij komt aan,
Je pakt gewoon vast. Ik heb een verbinding. Verbind naar hem. Ik krijg graag zijn lijf op de voeten. Ja. Live verbinding. Ik sta hier klaar. Uit te zenden. Daar is wat geweldig. Dat wil ik juist. Mijn Kimasumi zit erop. En ik ga mijn beweging maken. Het is niet zo van... Oh, komt hier. Komt hier. Oh, nee. Oh, moet ik dat gaan doen? Nee. Die radar staat aan. Daarvoor heb ik het contact gemaakt. Dus het staat nu aan. De radar staat aan. Het is weer lichtsensor. Dat ik zie. Weer verbinding. En het gaat gelijk weer door. Hier nog een lichtsensor. De intuïtie. Dus ik sta gewoon aan. Aan. Hij komt aan en... Flits. Nu gaat het lampje aan. Mijn sensor zegt, er is beweging. Snap je wat ik bedoel? Licht, als je voorbij loopt, gaat dat licht aan. Hè? De sensor. Ik sta hier, in verbinding. Komt ie. Oh. Jouw sensor is alleen maar, ik pak hem. Daarna zien we het wel. Dan zoek ik naar de andere en die moet je beweging. Ja, ik blijf proberen man, want je komt wel uit.
soort bekkenrondbouw. Ja, die doen zelf. Goed, en helemaal en dan doe je het wel een stapje net zo diep. Je hangt gewoon met je as bij zijn as. Ja. Ja, ga ik duiken, maar ik hang nog een deur. Mijn eerste stappen, niet gelijk duiken, maar eerst stappen. Het is een diepe stap verder als ik bij je deur ga. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht van, ik kom niet zo mooi. Ja, vanaf wel verreden. Ik heb een Thank you.
We gaan beginnen. Ik ga het kort door. We gaan beginnen weer net als wat we eerst deden. En ik wil het eigenlijk een beetje zien op te bouwen, maar waarschijnlijk als het meteen is het weg. Het liefst zou ik willen dat het zo zou gaan. Dus we beginnen. Tata Kosidori. Dus ik was de hele tijd hier, probeer op die verbinding te letten en op die verbinding zo naar de ander. Het kan zijn dat als je eventjes bezig bent, dus bijvoorbeeld zo, dat het nu al begint. Thank you.
ben het wel. Ja, ik had zelf ook niet helemaal het idee dat hij echt uitvormde
Ja, waarschijnlijk zal het wel, hè. Ja. Hetzelfde, je voelt wel. Ja. En als dat er is, dan voel je het ook. Dan zeg je wel wat. Je bent allebei verbonden, Kimusubi is verbonden en dan voel je dat zeker. Oh ja, dat was het. Tatadori, gelijkzijdig. Wat zullen we doen? Nog pauze in het begin of zullen we al weet je, die pauze wat korter maken? Met jezelf aanvoelen, hoe je in staat bent. Goeie, ja. Als je erbij bent, dan even die pauze dan. Ja, goed. Ja. Dan ben je achter de buiten en dan toch wel even. Lesgeven is echt makkelijk. Nee. Nog meer? Hoe wil je het voordoen? Ja, grappig. Taal door die, gaan we dat doen. Thank you.
jij bent er maar. Journaal bedoel je? Ja. Je kan... Hij hoort het nog tegen. Van de laatste.
radio-automatie. Misschien kan je er wat speelser doen. Want ik merk het ook dat je heel erg gefocust bent op dat. En dat is misschien een beetje te veel. In het begin wel goed, hè? Je bent onbewust onbekwaam. Nu ben je bewust onbekwaam, dus je bent erg aan het opletten. Het zou mooi zijn als je wat meer onbewust bekwaam wordt. Dus een beetje meer een gevoel wordt. Ik denk dat het uiteindelijk niet uitmaakt hoe je kijkt of hoe je het doet. Maar voor mijzelf is het nogal, zeker als ik naar Motegi kijk, elke ochtend oefent hij dat ook. Maar die as, weet je, met Aiki-Aga-beweging, Aiki-Saga, dat je die as, dat het gewoon echt helemaal diep in jezelf zit, zeg maar. Ja, dus het is wel goed om nog wat extra bewust te doen. Uiteindelijk wil je het wat losser doen. Kaatori-automatie. Ja, maar dat is niet.
Volgens mij is
hier wat meer zien. Is het één grote puzzel. Kan ook, hè? Het is een mogelijkheid om technieken te oefenen die je niet zo vaak doet. De balans zou mooi zijn als het toch wel vooral die is. Als je het niet weet, vraag maar even bij of een kort afstemmoment tot je weer op gang kan komen. Maar laat het niet een puzzel worden. Dan is het pew. Shomuruchi. Ja. 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 Ja.
dan. Ja. Ja. Leuk dat je niet om te houden. Je hebt ook pleisters op die tenen.
waarom wil ik doen, waarom ik doe. Ik wil een hoofdje van doen. Ik wil een hoofdje van doen. Ja. Ja, maar ik ben snel te zijn.
Nou, ik heb een pest. Gewoon doen. Dat biedt inderdaad meer een moment om niet te zeggen, want het is niet om te zeggen, om een beetje dan... Dat maakt niet uit. Ja, dat moet ik ook wel gaan doen. Dat is dan... Dat is dan... Dat kan niet zo zijn, man. Ja, dat is niet stop, hè. Oké. Maar die andere mogen ook allemaal. Tijdens de randori. Dat is gewoon alle aanvallen. Ik weet het nog niet precies, maar we moeten kijken of het lukt. Bijvoorbeeld als we met z'n drieën zijn, je staat om me heen. Hier dan. Ja. De randori, normaal gesproken, is ik kom naar me toe, twee handen uit. Dit is een beetje judo randori. Zij is die aanval zo. Het is meer een judo aanval. Ik wil iets mee doen. Zij zegt eigenlijk randori is alle aanvallen. Dat zijn we aan het oefenen de laatste tijd. Maar nu doen we het nog zo. En namelijk doen we iets. Maar voel het aan. Dat zei je net al goed. Gewoon terugschakelen als het te snel gaat. Kijk of het een beetje meer richting de oude randori kan brengen. Maar rustig aan, maar dat gaat vanzelf. Rustig aan. Want het is ook, Oeke gaat overal naartoe. En jij komt misschien net aan, dan komt misschien net iemand aanvliegen. Dus je hebt eigenlijk de hele tijd heb je Kimetsubi, sensor staat aan. Er komt iets aan, gebeurt iets aan. Nu kan ik hem pakken, nu kan ik iets doen. En nou kan je ook nog, zeg maar, dus als je in het midden staat, je komt gewoon met een aanval. Dan kan ik bijvoorbeeld zo gaan doen. Ja, precies. Pak hem, jongens. Het is dat droom, maar dat kan dus niet. Je kan niet dat soort stilistische hoogstandjes doen met alles erop en eraan. Het moet kort zijn. En gelijk, eigenlijk is dat doorsturen kort en krachtig en effectief. Zij komen niet aan. Thank you.
Probeer aan te vallen, maar jij zit in de weg. Ja, gaaf. Ja,
Ja! Dank je. Ja. 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 Ik was niet echt bezig met bewuste verbindingen van te maken. Het is meer het, wat ik wel, waar ik gewaagd was, dat het veld om mij heen verruimde. Dat is wel. Het verruimen, dat gebeurde continu. Ben ik echt, ja, enigszins gebonden. Maar. Ik heb heel strategisch strijden. Ik heb een minuut geleden. Ik deed nu te lang, maar je bent er zo van te kijken, zo. Curvetje maken, zo van te kijken wie er omheen komt. Wauw, cool. Gaat het, Tony? Even hard af terug beneden, hoor. Pakken en dan nog een kiezen of zo. Eentje echt kiezen, zo. Ja. Ik heb een beetje bij die handdooien, dat je die buiten meteen kiest, dat je dan had je weg. Misschien dan inderdaad via de buitenkant kom je weg. In plaats van door het midden. Ja, door de buitenkant. Ja. Ja. Gelijk zie die andere, zie je die met z'n tweeën naar me toe komen. En je kiest gewoon. Ja.
Ja. Ik sinds dat het ook wel met, staan ze met allemaal zwaarden omheen, met z'n negen, hè. Je ging staan omheen, doe je zwaard zwart, zeg maar. Ja. Iedereen een keer. En dan, ja. Nog een keer met zwaarden. Wit. Ja, en zaterdag één keer gedaan, nu hebben we alweer bijna twee keer met hotel zaterdag. Want dat is toch een proces. En dat is eigenlijk al wat het. Maar we hebben een goede voorbereiding, nou, dat hebben we. Ja. Dat is makkelijker bij. Maar ik dacht dat ik niet bij de mind. Dat is een mooie ervaring. Oké. Okay. Nee. Hm? Ja. Allemaal. Nog eentje, dan had je ze allemaal weg gehad. Zo, goedemorgen. Woensdag weer. Nou, je zat wel even te kijken, we gingen toch een beetje proberen hier zo. Vastzetten, dichtzetten en dan kijken wat er gebeurt. Wat viel erop, zelf van de zijkant gezien? Ja, dat is wel tactisch veel gebruik gemaakt van de komende voordelen. Als iemand aankomt. Ja, op een gegeven moment dan houdt het toch een beetje op. Twee tegelijk op je afkomen. Nou, veel wel vooral op Lieke daar ook wel plezier aan. Plezier? Ja. Het gebeurt er toch blijkbaar een behoorlijke mate van ontspanning. Ja, wel een speelse manier. Goed gezien. Het is niet ooit iets meer belangrijk. Dus de grond er helemaal gauw door. Ja, we merkten gewoon van, je kan gewoon bijna niet aanvallen als je met iemand bezig bent. Ik probeer het, hè. Als bijvoorbeeld jullie met z'n tweeën doen de techniek, ja, samen met meerdere eromheen. Jij doet bijvoorbeeld categorie en jij doet iets. En dan denk ik, pak ik hem als hij net die categorie ontvangt. Dus jij doet categorie naar hem, jij doet een techniek. Heel slecht moment om aan te vallen, je komt er gewoon niet in. Als je me maar tussen blijft houden. Zeg maar al, doe jij bijvoorbeeld Oera en je draait gewoon je eigen feestje. Ja. Categorieën. Ja, klopt. Dus wat wij steeds hadden is, hij blijft gewoon steeds voor de ander. Dus jij doet iets, jij komt naar me toe. Ja. Dus dat maar vol blijven houden, je komt er gewoon niet doorheen. Ik dacht wel eens van waarom blijf je nou wachten, want je kan nog erin. Dus ik probeer steeds eerder erin te gaan, maar... Het gaat altijd de hoeken dwars. Ja, er zit gewoon iemand tussen zo'n buffer. Menselijk verschil. Ja, ik zag het hier. Dus dat lukt eigenlijk heel goed, ging ik doen vanzelf, totdat je daarmee stopt. En wat hadden we toen op het laatst bij jou een keer, dus dat jullie met z'n tweeën zo naar me toe komen. En niet aanvallen, maar gewoon key uitsturen. En nu ben ik Pino, ik zeg maar niet klaar. Ja, dat kan ik niet doen. Bram stond in de hoek daar zo, bij jou was het ook. Dus toen hadden we zoiets van, als je zo aankomt, kijk gewoon, hup, en dan zitten we weer. Als je daar komt, dan kan je zelf kiezen. Of zelf binnen door, dat maakt niet zoveel uit. Als je maar iets, je pakt er eentje aan, dan maak je niet één, dus het anders in. Dit was ontdekken bij doen, learning by doing, dus... Ik weet niet of dat de gouden regels zijn, maar dat is wel leuk om te doen. Het werkt wel goed. Ja, dat is ook heel intensief. Wat jij ook al zei, je voelt gewoon waar iedereen is. En soms denk je, ah shit, ik mis die ene. Ja, daar is hij. Dat is wel. Jij zei dat ook al. Een keer jij ook, ik voelde hem achter me en dacht, wow, ik sprong met een grote tank alweer eruit, want daar is hij. Ja, je awareness is wel sterk. Je, ja.
Heel soms voel ik dat ook als we zo zitten. Het is je alerte, ontspannen, levendige aanwezigheid. Het is net alsof je van alle kanten nu aangevallen zou kunnen worden. Maar je zit niet in paniek of zo, maar je bent echt aan het sensen van, nou, je sensor, of je lichtsensor staat naar alle kanten gewoon aan. Het maakt niet uit waar het vandaan komt, je bent er klaar voor. Althans, je voelt het aankomen. Met je bewustzijn je best wel ontspannen doen, maar je doet iets en ga je zitten zoals je normaal zit. Oké, iedereen zijn hoofd eraf. Voel je dat? Het is behalve bij jou. Je zat gewoon nog steeds, ik voel alles. Maar voel je dat, dat het minder wordt? Dat je zo van, nou we hebben het gehad, Net als in het verkeer, niemand heeft ooit een ongeluk, weet ik zeker. Iemand die een beetje kan rijden, zal nooit een ongeluk maken. Als hij er met zijn aandacht bij is. Ik heb het één keer gehad, ik kan best wel goed rijden, maar ik wil niet zeggen, soms kan iemand echt helemaal lotig vanuit de hoek komen dat je niet ziet. Oké. Ik stond voor de stoplicht, we gingen optrekken, gewoon rustig, bij de Kooimeer, bij de rotonde naar de A9. Trekt gewoon op. Dus ik trek ook op, ik kijk even naast me naar die auto, op een of andere manier wilde ik die auto even zien. En ik kijk terug en vol op zijn rem, terwijl het licht gewoon op groen was. Dus ik rem, net zo er tegenaan. Niet hard, maar ja, genoeg om schade te hebben. En alleen op de auto, want het was zo zacht. Maar dat was gewoon voor mij de vingerwijzing van, ja, er gebeurt echt niks als je oplet. Maar daar gaat het ook niet om, het gaat om dat je even niet oplet, zeg maar. Ja, dus het is net als we hier zitten, als je gewoon oplet, dan is die gewaarzijn, dat gewaarzijn aan alle kanten. Want je eventjes zo, en dan staat het open. Ik denk niet dat we zo rond moeten lopen van, het gebeurt er allemaal, dat is paranoia, dat is het totaal niet. Het is heel ontspannen, maar het is een soort ander bewustzijn dat je gewaar bent. Dus we gaan eventjes in zitten. Ja, ze maar was een beetje aan de slag. Ik ga heel bij de kiep zijn. Sick. Ja. Goed dat je er rustig aan doet aan mij. Ja, wie is gaan door? Ja, dat is een mooie show. Ik wist dat het er zo uit, maar zo'n chips aan. Popcorn.
indruk van de les als ze zo trainen, dat, dat valt zich vandaag op. Dat is niet raar. Maar nu heb ik nog eigenlijk de les in het afwerken. In naam van de Randoria. Ik denk dat het, als we dat Randoria in het begin hebben gedaan, dat het helemaal niks. Nou, zat je al hier. Ik zat nu al hier. Af en toe stond ik. Dat was, het voelde zo intensief. Ik had het niet gevoeld dat ik zaterdag twee trainingen had. Het was echt heel hetzelfde indruk. Ik kan ook gewoon bewegen. Nee. Ik heb het gedaan gekomen. Ja, mooi. Dat is zo climax net. Ja, weer een tussenstuk om verder te doen. Ja, mooi. Om, ja, meer heel filosofisch, maar dat je wel meer instrument bent tussen de aarde en de hemel, zeg maar. Dat je boven en beneden, dat je soort. Dat je zelf maar een tussenstukje bent daarin, zeg maar. Er is mij gevolgd met Ton, ik ben een ietsje onderin, dat als ik zelf heel erg verbonden ben, maar ook met die intentie en aan een aanval. En hij deed toen niet van een ietsje, ook weet je, we waren het gewoon mee bezig. Toen voelde ik echt van, wat is het precies, wat je zei, het moment van, je voelde ze bezig, zeg maar. Dus af en toe van, probeer ik echt te herkennen, zeg maar. Dat vond ik deze les wel heel erg mooi. Verwaarloosd, zodat je met één opgaat in het geheel. En als je meer open staat, dan ook door de techniek dat je er echt kan komen. Zeg maar. Dat is vaak niet is qua techniek, maar het zijn een paar momenten dat ik nu, ook een paar keer het laatste of zo, dat het een soort van aanval is, maar het is een soort van één op met veel of zo. Ja. Dat is een beetje filosofisch gezien, maar. Ja, nogal. Nogal, ja, dat is zo. Ja. Ik begin nog steeds brand. Ja, we beginnen uit te trainen nu. Ja. Oké, ik heb je hoort. Nee, dat is helemaal niet. Dat is wel een heel beetje saai, maar ja. Ja, maar dat, wat je ook zegt, dat was ook het doel van Eichel, zeg maar. Om in die staat te komen, om daar weer te verbinden. Dat had eigenlijk, los staat van de technieken die je doet, of om eens te blijven, hoe doe jij dat nu? En ook weer een mooie verwaarloosing was voor naar boven en beneden en nog heel erg hoog en met volheid in de beweging als je daar mee aanvalt. En, dus ook ja, een hele mooie inderdaad veel gestopt weer aan teren. Nice. En wat ik ook wel merkte was dat zelf al jaren eigenlijk alsmaar met technieken bezig. Want ik heb het daar helemaal niet op gegaan. Dat is best wel een dingetje. Dat is best wel een dingetje. Ja, maar dat is wel. Dat was in balans. Enerzijds de vorm en anderzijds de nationaal. Dat is nooit. Bijna nooit. Nou ja, jij noemt een voorbeeld van dat ik echt voelde als 100% aanwezig. Maar meestal zijn dat communicerende vaten. Maar om dat idee van die techniek, om dat helemaal los te laten eigenlijk. En dan te kijken wat er dan over is van de essentie, dat is wel een heel bijzonder proces. Want dat is. Dus alles loslaten wat je weet. En dan vertrouwen op die beweging, wat er ook ontstaat of komt. En dat is een niveauje hoger. Ja. Dat kan je niet thuis zeggen dat je het bij een masterplan ja, moest het. Ja, mooi. Mooi proces, ja. Toch dat verder moet doen. Ik denk aan dat je wel eens in zo'n natuurfilm die jonge leeuwwelpjes of zo. Die beesten staan continu op elkaar afspringen en rollen. En dan gaan ze weer op weg. En dan komt de andere aan. En dan continu bewegen. En speelsheid ook. En eigenlijk heel natuurlijk vanuit een instinct. Dus je hebt ook niet alle technieken en voelen. Je moet gewoon proberen om te doen. Ja, mooi voorbeeld. Het schiet me gelijk binnen van ze doen dat om te leren jagen.
Dus wij trainen onszelf om beter te worden in onze technieken. Ja. Vaak in speelsheid en. Goed aan die oplaats. Dat is wel grappig dat je bijvoorbeeld aanhaalt. Ik was daar laatst over dat die speelsheid, dat een kenmerk ervan is dat ze al heel jong oefenen om zich steeds aan te passen aan een nieuwe situatie. Wat er komt. Dan krijg je, dan zijn ze heel veranderbaar in reactie op de situatie. En dat maakt ze sterker. Mm-hmm. Ik geloof dat het hier aan ontbreekt in deze tijd. Want alle zekerheden, lang bij een werkgever, pensioen, een financieel systeem, overheden, zelfs normen en waarden. Daarin, ja. Daar word je helemaal gek van als je daar aan vasthoudt. Ik geloof dat het nu daarom gaat. Ja, vlak oorsprong hebben wij dat vermogen ook. Het is een beetje ondergestopt. Door de overheid, door de kerk, door de financiële. Ja, maar dat is allemaal buiten ons. Ja. Het ligt niet aan ons. Nee, maar maakt er ook geen onderdeel van uit. Nee, maar dat zijn gewoon grotere systemen waardoor we in slaap zijn gevallen. Daarom geloof ik ook niet in organisatiestructuren met een directeur, een management team en teamleiders. En dat zal nooit werken. Dat is een ouderwetse manier waarin je de individualiteit gewoon doodmaakt eigenlijk. Dus die vaardigheden hebben wij nodig, precies waar je het net over had, dat denk ik wel. En ik merk het zelf, hoe ouder ik word, hoe meer ik meemaak. Een heel ander soort werk, een klein ander werk. Ik red het niet meer op een soort zekerheden, dus ik moet gewoon steeds terug naar het moment en vertrouwen op mijn skills. Dat is echt het enige wat je kan. Nou, jij merkt het ook wel werk. Jij zit ook niet in van, nou, ik zit gewoon in. Nee, je moet in het moment terug naar je skills. Dan moet er veranderlijk zijn om erop in te gaan, zeg maar. Soms zit het bij de gemeente die denkt, nou, dat weet ik wel door mijn pensioen. Dat kan ook nog die tijd. Tot het zo'n pensioen steeds weer vooruit. Ja, maar ik geloof in die vaardigheden, ja zeker. Wat is jouw experience today? Wat was jouw ervaring? With the actors. It's actually a lot of also, it's not only the internal, it's also in the external, like having a strong part in the front and in the back that pulls it up. I don't know, I've had that relationship all the time, like between the internal axis and the frontal. I don't know if I'm that's a good explanation. Dat is wel zoeken naar de techniek en tegelijkertijd je as waarnemen en behouden. Dat is wel een uitdaging. Oh, je weet. Nou, ging goed, dat heeft allemaal achterwerk. Ja. We zijn nu de strijdbeuzen, maar dat is zo. Het leven is zo. Ja, mooi. Daar zijn we hier toch. En het is dan mooi. Stuur ook naar jou waar je bij met z'n allen het gewoon zuiverlicht hier. Echt fysiek stralen we ook iets uit, hè? Ik weet niet, fotonen of zo. Echt fysiek stralen we ook iets uit door de binnen. Ja. Dus dat is iets anders te gebeuren. Om gewoon in deze dingen te zijn, zoals dat hele aan de energie ook naar jou, naar ons allen. Arigato gozaimasu. Thanks.